Evidence-Based Practice, EBP. Wij vinden als RSC dat iedere patiënt de beste zorg verdient. Niet alleen uit kwalitatief oogpunt, maar ook omdat hij daarvoor premie betaalt en belasting. Maar hoe weten we nou dat het de beste zorg is? Dat het EBP is? Dat weten we omdat voor en na de behandeling wordt gemeten om te kijken welk effect het heeft gehad. En met dat effect kan dat vergeleken worden met anderen en op basis daarvan vindt wetenschappelijk onderzoek plaats, waaruit weer richtlijnen komen voor de beste zorg. En daarom alleen al zou iedere zorgprofessional vooraf moeten willen meten om te kijken of hij of zij de beste zorg levert. Want dat wil je niet alleen zelf weten, maar is ook voor de patiënt belangrijk. Evidence-based practice is het gewetensvol, oordeelkundig en expliciet gebruik maken van het huidige bewijs. Dit doe je om een behandeling op te kunnen zetten voor de individuele patiënt. Evidence-based practice berust op drie, eigenlijk even, belangrijke pijlers. De eerste pijler gaat over het best beschikbare bewijs. Hier ga je naar op zoek, bijvoorbeeld door middel van literatuurstudie. De tweede pijler gaat over je eigen klinische expertise. Weet waar je als behandelaar goed in bent, maar ben je ook bewust van de vaardigheden die je misschien nog mist. De derde en laatste pijler gaat over de wensen, verwachtingen, maar ook keuzes van de patiënt. Deze drie pijlers samen vormen de basis van het evidence-based handelen. Op de vroegbehandeling leren we de kinderen om vragen te stellen. En we hopen dat ze later heel vaak kunnen vragen waarom, net als alle andere kleuters. Met EBP hopen we niet alleen de kinderen, maar ook ons als behandelaren te blijven stimuleren om te vragen waarom. Als je erop gaat letten, gaan er de hele dag vragen door je heen. Maar er is geen tijd om die allemaal op te zoeken. Toch willen we wel weten dat onze hulp aan de ouders en kinderen echt helpt. Een groot deel van ons werk staat beschreven in het behandelprogramma. Daarin staat wat we doen, waarom we het doen en voor wie dat goed is. Bij de woorden protocol en programma zie ik een bureau laden. Maar EWP-denkend krijg ik wel zin om ze kritisch te bekijken. Het is niet alleen papier. Het is onze manier van evidence-based revalideren van jonge kinderen. En dat helpt. Waarom EWP? Onderzoek heeft aangetoond, en ik verzin het niet, dat hoe meer ervaring een hulpverlener heeft, hoe lager de kwaliteit van zorg. De bijbehorende formule luidt dat men met toenemend zelfvertrouwen dezelfde fouten maakt gedurende een indrukwekkend aantal jaren werkervaring. Jij als nieuwe werknemer bij het RSC, mits onervaren, staat dus nog aan de goede kant van het spectrum. Hoe voorkom je nu dat je op den duur in hetzelfde schuitje terechtkomt? Wel nu, dat doe je door evidence-based te werken. Zorg er dus voor dat je je vuurtje brandend houdt en stof ons oudgediende af en houd ons wakker door het zelf te doen. En verlang ook van je collega's niets minder dan de absolute topkwaliteit. EBP aan als functionarissen van jong tot oud zijn hier graag mee van dienst. Ik dank u. Volgens de richtlijn van het KGF is het belangrijk en noodzakelijk om een symptoomgelimiteerde inspanningstest af te nemen bij patiënten die komen revalideren in de hartrevalidatie. Als je de inspanningstest afneemt, dan weet je direct het juiste niveau van de belastbaarheid van de patiënt en je weet of het veilig is om met de patiënt te gaan trainen.
Indien je deze test niet af kan nemen en noodzakelijkerkwaad een submaximaal test afneemt, dan weet je niet direct de belastbaarheid van de patiënt en moet je die inschatten. Als je die inschatting maakt, weet je ook niet welke veiligheid of je de veiligheid van de patiënt kan waarborgen. Dus dat betekent, indien je dan je trainingen gaat instellen, dat je vaak op een lager niveau begint om de veiligheid te waarborgen. En dus moet je eigenlijk een traject krijg je dan totdat het juiste belastbaarheidsniveau van de patiënt is bereikt. Dat duurt langer en is inefficiënter dus daardoor. En in principe kun je de veiligheid van de patiënt niet geheel waarborgen. In het kader van de drie pijlers van ons centrum, zelfstandigheid, zelfontwikkeling en zelfvertrouwen ten aanzien van onze patiënten, wordt EBP eigenlijk verweven in de manier van werken. Samenwerking, expertise, daadkracht, dat zijn eigenlijk de drie hoofdpijlers of competenties die van ons verwacht worden. EBP is het toepassen. Ja, het toepassen daarvan is het streven naar jezelf te verbeteren in het gebruik van de best beschikbare evidence. Wat uiteraard ten goede komt van de kwaliteit van je behandeling, maar ook ten goede komt van de kwaliteit van het werken van je collega's. Omdat ja, je uiteraard deelt wat je gevonden hebt met hen. En zo houden we elkaar scherp. Ik verwacht van een collega dat zij of hij een kritische houding heeft ten aanzien van het werk. Niet zonder meer aannemen dat iets waar is, omdat het bijvoorbeeld al 20 jaar gedaan wordt, zoals in desinfecteren voor een injectie. Ja, en ook in contact met de patiënt is het goed om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Zo krijgen wij regelmatig de vraag of cranberries helpen ter voorkoming van een blaasontsteking. En een onderzoek bij vrouwen heeft aangetoond dat inderdaad kan helpen ter voorkoming van een blaasontsteking. Wat betreft programma's en protocollen wordt er van medewerkers verwacht dat ze hiervan op de hoogte zijn. Maar ook hier geldt dat je je eigen verstand moet blijven gebruiken en je eigen inbreng hebt samen met die van de cliënt. Het bijhouden van vakliteratuur is ook iets wat van je verwacht wordt. Collega's komen regelmatig met nieuwe richtlijnen vanuit de vakliteratuur. Op deze manier krijgt de EBP een heel praktische invulling en is het heel boeiend om mee bezig te zijn. Als je vragen hebt over EBP, dan kun je bij een van de EBP-aandachtsfunctionarissen aankloppen. Natuurlijk, als je zelf leuke ideeën hebt op EBP-gebied, kun je dat natuurlijk ook doen. Ieder team heeft een eigen aandachtsfunctionaris. Als je niet weet wie dat is, kun je dat altijd even aan een van je collega's vragen of aan de coördinator. Een andere plek waar je informatie over EBP kunt vinden is het intranet. Bovenin de balk zie je bij projecten EBP staan. En als je daar naartoe gaat, kun je aan de zijkant kun je algemene informatie vinden over EBP. Je kunt ook pico's vinden die je collega's al hebben uitgezocht. Wellicht dat jouw vraag er al tussen staat. En dat scheelt je dus uiteindelijk een hoop werk.